Naar aanleiding van de plunderingen op 17 februari jongstleden heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie gemeend om afspraken te maken met ondernemers. Dit in verband met de geplande protestacties op vrijdag 24 maart aanstaande. De bedoeling is om herhaling van de bewuste dag te voorkomen. U hoort minister Reshma Kuldupsing. Nou kijk, het is altijd goed om te communiceren. We zijn altijd bezig met communicatie met het bedrijfsleven. Maar vandaag is het toch heel erg belangrijk geweest dat wij moeten communiceren over vrijdag 24 maart. Welke te maken heeft met de protestacties die zijn aangekondigd. En we hebben gezien wat er op 17 februari is gebeurd. En dat accepteren wij niet meer. Zeker als Economische Zaken niet. Die staat achter de ondernemers. Gaan wij dat niet accepteren. Dus vandaar dat we gesprekken hebben gevoerd met de ondernemers en ook hun standpunten hebben aangehoord, maar ook van onze zijde uit onze standpunten hebben gegeven en afspraken met elkaar hebben gemaakt hoe wij met de situatie zullen omgaan op 24 maart. Dus het is belangrijk dat de communicatie er is, ook op die dag zelf, dat de communicatie er is, zodat de ondernemers ook weten wat er zich op 17 februari heeft voorgedaan, de plunderingen, de schade die is geleden, dat moeten wij nu achterwege laten. En vandaar dat het belangrijk is dat wij bundelen als ministerie, als bedrijfsleven, als de kleine winkeliers en maakt niet uit welke ondernemer dan ook, maar dat we bundelen met de organisaties waar ze zijn aangesloten en dat wij duidelijke afspraken met elkaar maken. Dat was de reden dat we ze vandaag hebben uitgenodigd en de afspraken hebben gemaakt over 24. Maar het is niet alleen om 24 maart hoor, we blijven in contact met elkaar totdat wij goed hebben geordend en goede afspraken met elkaar hebben gemaakt. Want wij zijn ook als ministerie bezig ondernemerschap te ordenen, de wetgeving te ordenen, regelgeving te ordenen. Dus het is belangrijk dat we met elkaar in contact blijven en blijven communiceren. Kijk, wat 17 februari met zich heeft meegenomen, is die angst is er, maar wij kunnen dit niet blijven tolereren. Toch? Wat er 17 februari is gebeurd, mag en gaat niet meer gebeuren in Suriname. Wij zijn een alert en wij gaan ervoor zorgen dat iedereen paraat is en de communicatie goed is met elkaar. Dus ze hebben hun bezorgdheid geuit, maar ze hebben ook aangegeven dat ze dit niet meer zullen accepteren. We hebben al gesprekken met ze. We hebben al groepen gemaakt van de personen die schade hebben geleden. We hebben al goede gesprekken met ze. Die worden voortgezet. Na 24 maart wordt dat ook weer voortgezet. En we gaan gezamenlijk kijken naar oplossingen. Hoe wij een tegemoetkoming kunnen bekijken van beide kanten uit. Natuurlijk moeten er afspraken gemaakt worden. Dan kijken we naar belastinginkorting. Dan kijken we van de overheidszijde, de verzekeringen. En we gaan dan puntsgewijs gaan we naar oplossingen zoeken. Nou kijk, velen hebben dat aangegeven. Of dat wel zal gebeuren of dat niet zal gebeuren. We hebben dat overgelaten aan de ondernemers die een deel heeft aangegeven wel, een deel heeft aangegeven niet. Maar dat laten we aan de ondernemers. Ik ga nu niet aangeven wie wel open gaat en wie niet open gaat. Die afspraken hebben wij onderling met de ondernemers gemaakt. Dus, 24 maart is er een protestactie. En het moet zo vredig mogelijk gebeuren, zoals wij dat verwachten in elk land. En het is geen actie waar wij plunderingen en beroevingen verwachten. Dus de ondernemers hebben ook aangegeven dat zij dat niet meer zullen accepteren. Op die dag is het heel erg belangrijk dat EZ in contact blijft met de ondernemers. Zodra wij calamiteiten ontdekken of ook samenscholing is verboden. Op die dag bij winkels en die afspraken hebben we gemaakt met de ondernemers. Zodra meer dan 3 mensen op locatie zijn of 4 mensen op locatie zijn waar het verdacht is, wordt er in contact getreden met het ministerie. En het ministerie gaat dan verder doorspelen en er zijn duidelijke afspraken met de ondernemers gemaakt. Ik ga niet alles hier doorspelen, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt.